berichtgeving van deze week. En ook van Jolen gaat het hebben over de dood van Ali El B. Er zijn twee soorten nieuws. Het nieuws dat gebeurt en het nieuws dat gemaakt wordt. Het eerste is het echte nieuws, zoals de tsunami-ramp. Die vindt plaats en de media doen verslag. Het tweede duikt op als journalisten vinden dat iets nieuws is omdat het in hun eigen agenda past. Het nieuws wordt dan gefabriceerd. En daar werd deze week door de media een sterk staaltje van geleverd. Maandagavond reed een vrouw in Amsterdam één van de twee jongens dood die een tasje uit haar auto stalen. Dat is natuurlijk nieuws. Niet omdat er iemand wordt doodgereden of omdat er een tasje wordt gestolen, want dat is allemaal geen nieuws voor de media. Nee, dit rook naar eigen richting. En dat is wel nieuws. Maar het opmerkelijke was dat in de berichtgeving juist dat aspect werd ontkend. Volgens de politie lijkt het te gaan om een tragisch ongeval en was het geen bewuste actie. De vrouw werd onmiddellijk onschuldig verklaard zonder dat iemand de feiten kende. Dat heet speculatie. Bovendien, als het echt een gewoon ongeluk was, waarom was het dan zulk groot nieuws? Nou, het vond bijvoorbeeld plaats vlakbij de plek waar Theo van Gogh werd vermoord. Het begint allemaal gisteravond op de hoek van de derde Oosterparkstraat en de Linnaeusstraat, op een paar meter van de plek waar Theo van Gogh vorig jaar werd vermoord. Is dat relevant? Nee, want er is geen enkel verband tussen beide zaken. Als lezer of kijker moet je altijd op je hoede zijn als er in een verhaal zaken bijgesleept worden die er niets mee te maken hebben. Want dat dient maar één doel, het kweken van een bepaalde stemming. De media richtten zich vervolgens op de omgeving, de buren en vrienden van de doden, die dachten dat het opzet was geweest van de vrouw. Zij is de schuldige en iedereen weet het. En zij weet het ook, alleen ze ontkent het. Maar dat is niet zo speel je niet de eigen rechter. En hup, daar waren de wraakgevoelens. Zo kopte de Volkskrant: die vrouw en haar familie gaan branden. Dat soort opmerkingen hoor je als verslaggever sinds mensenheugenis na emotionele incidenten. Normaal gesproken negeren de media dat, want het doet niet ter zake. Er wordt immers zomaar wat geroepen. Maar nu was het ineens een serieuze bedreiging die de krant haalde. De volgende dag verzamelt zich, volgens de beste Nederlandse traditie, op de plek van het overlijden een groepje rouwenden. In Amsterdam-Oost is gisteravond een korte herdenking gehouden voor de 19-jarige jongen die maandag om het leven kwam bij een aanrijding na een tasjesdiefstal. Zo'n 30 belangstellenden kwamen bij elkaar om hun buurtgenoot, een jongen van Marokkaanse afkomst, te herdenken. Inclusief de buurtvaders die toezicht hielden, waren het amper 30 mensen. Dat is een bijeenkomst van niks in een wereldstad. Maar het werd toch echt voorpagina nieuws. Er werd in de berichten de nadruk gelegd op het feit dat de omgeving van het slachtoffer hem onschuldig achtte. Dat er ontkend werd dat hij een dief was en dat ze hem toch zo'n aardige jongen vonden. Nee, het is niet de jongen, het is niet de jongen van tasjesdief. De jongen, geld, snap je, had hij. Terwijl dat nu juist het algemene kenmerk is van criminele omgevingen. Dat alles altijd ontkend wordt. Overal ter wereld zitten gevangenissen vol met aardige jongens, waarvan de familie en vrienden zweren dat ze onschuldig zijn. Niemand die daar aandacht aan besteedt, maar nu bleek het plots interessant. Twee dagen later, op woensdag, besteedde het Parool maar liefst 5 hele pagina's aan de zaak. Want wat was het grote nieuws? De tasjesdief bleek diezelfde middag nog voor de rechter gestaan te hebben wegens een gewapende overval. 5 uur. Het NOS Radio Nieuws met Nanette Weil. Tasjesdief, ook verdacht van gewapende overval. Dat komt vaker voor. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ruim 2/3 van de Nederlandse criminelen in herhaling valt. En dat is altijd al zo geweest. Dat is immers het kenmerk van criminelen. Dat ze misdrijven plegen en het niet bij één keer laten. Waarom was dat dan toch groot nieuws? Maakt dat het voorval erger of minder erg? Pleit het de vrouw helemaal vrij als haar al iets te verwijten valt? Stel dat de jongen nooit eerder een misdrijf had begaan. Was dat dan ook groot nieuws geweest? Waarom zijn deze bijverschijnselen nu opeens in het nieuws? Ik weet het wel en u weet het ook. Omdat het een Marokkaanse jongen is. En omdat de media de jacht hebben geopend op Marokkaanse boeven. Om aan te tonen dat het gaat om leugenachtige, schijnheilige criminelen zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zijn weliswaar de kenmerken van alle misdadigers, maar hier denken we tegenwoordig graag dat het alleen bij Marokkanen zo is. Het is dé ideale manier om je vooroordelen om te zetten in het genot van het eigen gelijk. Criminaliteit is plots een heel eenvoudig probleem met een heel eenvoudige oplossing. En de media weten wel bij wie ze daarvoor terecht kunnen. En ik vind dat we die vele Marokkaanse criminelen in Nederland, die straatterroristen, dat we daar nou ons op moeten richten. Dat we die hard moeten aanpakken en als het kan even allemaal het land uit moeten zetten. In Nederland gebeurt het bijna iedere dag
dat de Marokkaanse jeugd de mensen terroriseert, vermoordt, berooft. En daar moeten we eens eindelijk tegen optreden. En dit was vanochtend de opening van de Telegraaf. Eigen schuld. De aanrijding is zo niet eens meer een ongeluk. Het is de terechte doodstraf geworden voor het stelen van een tasje. Dat is pas echt een criminele samenleving. Met dank aan de media.